Ik ben Max Overgoor, ik ben plastisch chirurg. Ik ben sinds 2002 werkzaam hier in de Isala. Ik heb mijn opleiding gedaan in Utrecht. Ik ben hier naartoe gekomen omdat hier een heel enthousiast team zit waar ik graag mee zou kunnen samenwerken. En dat is gelukkig gelukt. Ons vak plastisch chirurgie bestaat eigenlijk uit meerdere aspecten. Naast de reguliere plastische chirurgie doen wij hand- en polschirurgie en we doen reconstructies. En met name die reconstructies, dat is iets wat mij ontzettend boeit. Bijvoorbeeld vrouwen die een borst hebben moeten missen door borstkanker of een deel van de borst hebben moeten missen. Daar kunnen wij als plastisch chirurg weer een bijdrage aan leveren om dat toch weer te herstellen. In de Isala is het zo geregeld dat daar meerdere keer per week een bespreking is waar alle patiënten die de diagnose borstkanker hebben gekregen worden besproken. En vanaf dag 1 eigenlijk zijn wij en ik ook betrokken bij deze behandeling. Ik vind dat een heel belangrijk aspect, omdat als je een borst verloren hebt, ja, je mist een deel van je vrouwelijkheid en ja, je bent minder compleet. En als we dat als plastisch chirurg weer kunnen reconstrueren, dat geeft veel voldoening en ik merk ook aan de patiënten dat dat belangrijk is. Naast dit doe ik ook veel handchirurgie. We hebben een handspreekuur elke donderdag. En daarbij besluiten we met een grotere groep om een goede behandeling te kunnen toepassen. En die behandeling die pas ik ook toe. Nou, daarnaast heb ik ook een hobby. Als je dat een hobby kan noemen. Eigenlijk in mijn opleidingstijd in Utrecht ben ik betrokken geraakt bij patiënten met een lage dwarslees. Die hebben natuurlijk allerlei zenuwuitval. Die kunnen moeilijk plassen, moeilijk lopen. Maar ze hebben ook geen gevoel in hun penis. Ja, dat is natuurlijk wonderlijk. Ik denk als man kan je zeggen dat is vervelend. Maar niemand had zich daar eigenlijk in verdiept. En niemand had er eigenlijk nog een oplossing voor. Dus ik ben er eens hard over gaan nadenken. En heb eigenlijk een al-oud plastisch chirurgisch principe. Een zenuwverplaatsing. Dat doen we ook op andere gebieden in het lichaam. Heb ik eigenlijk toegepast om het gevoel van de penis weer te kunnen herstellen. Een bruikbare, goed werkende zenuw uit de lies verbind ik met de zenuw van de penis. En zo kan het gevoel hersteld worden. Ongeveer 70-80% van de mensen kan dat gevoel inderdaad weer terugkomen. En dat is hartstikke mooi. Mooi contact met de mensen. En uiteindelijk heeft dat toegeleid dat ik tot nu toe ongeveer 50 patiënten heb geopereerd. En dat heeft tot een promotieonderzoek geleid in het begin van dit jaar. En dat is natuurlijk toch een kroon op je werk. En dat maakt het werk nog leuker. Naast het gewone klinische werk dat je ook iets nieuws kan verzinnen. En dat weer kan toepassen op je patiënten.